Good heavens. Ik begrijp niet dat jullie op zo'n onding kunnen rijden, zeg. Oh. Oh, moet je nou eens kijken, wat een pluizenbol. En dat uitgerekend nu ik het over Miss Krullekop ga hebben. Ik bedoel natuurlijk Shirley Temple. Ze is nu al over de 60 en veel mensen zullen haar niet meer kennen. Ze lijkt ook een beetje op Beatrix. Maar toen ze zo oud was als op deze foto... Toen had ze al een filmcontract en ze was zo beroemd dat ze op haar 7e verjaardag 135.000 cadeautjes kreeg. 135.000. Toegezonden van de hele wereld. Oh nee, dit is echt een ramp voor mijn image hoor. Ik moet even wat aan mijn haar laten doen. Stop! Oh, die rotfiets. Vreselijk, zeg. Wat een dag. Och, moet je nou eens kijken, mijn haar. Dat kan toch niet? Ga even recht zitten. Alles komt goed. Oh, ik ben blij dat jij er bent, zeg. Ik voel me nu net Shirley. Vroeger dachten veel mensen dat ze een pruik droeg. Ze trokken er wel eens aan haar haar om te voelen of het wel echt was. Shirley zelf had trouwens best een pruik willen hebben, want het was telkens een heel gedoe om haar haar zo mooi in de krul te houden. Iedere avond rolde haar moeder er een hele batterij krulspelden in. Het was helemaal een toestand als dat haar gewassen moest worden. Dat gebeurde iedere zondag. Haar moeder smolt dan een stukje zeep in een pannetje en als ze het daarmee gewassen had, spoelde ze het met azijn. Kun je je voorstellen hoe zuur dat stonk en hoe dat spul in de ogen prikte? En dan zijn er nog mensen die denken dat het leven van een filmster een lolletje is. Unbelievable. Shirley's moeder hield er wel meer vreemde gewoontes op na. Haar dochter moest en zou een bijzonder kind worden. Voordat ze geboren werd, deed ze er al alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Om Shirley alvast wat met kunst en cultuur in aanraking te laten komen, luisterde haar moeder vanaf het moment dat ze zwanger was uitsluitend nog naar klassieke muziek. Ze ging veel naar musea en las hardop voor uit boeken van beroemde schrijvers, omdat ze dacht dat ze ook op die manier Shirley's ontwikkeling kon beïnvloeden. En om haar alvast wat discipline bij te brengen, snoepte ze tijdens haar zwangerschap geen chocola meer, maar at ze hooguit, af en toe, een rauw worteltje. Dat is eigenlijk best lekker. Hier, neem er ook eentje. En weet je wat nou het gekke is? Die klassieke muziektherapie en die worteltjeskuur, die hielpen echt. Want hoe je het ook bekijkt, Shirley werd een bijzonder kind. Ze was altijd vrolijk, zat vol energie. En wat haar moeder ook vroeg, ze stribbelde nooit tegen. Haar moeder wilde van haar een ballerina maken en bracht haar daarom al op haar derde naar een dansschool toe. Ze was een vlotte leerling, want ze had een ijzersterk geheugen voor routinepasjes en ze werkte hard. Omdat ze ook een leuk koppie had, viel ze al snel op. Nog maar net een half jaar op de dansschool kreeg ze al de hoofdrol in een serie korte komische filmpjes. In die filmpjes, die baby burlesques genoemd werden, speelden kinderen de rol van volwassenen. Maar in plaats van grote mensenkleren droegen ze een luier met een grote veiligheidsspeld. Die filmpjes waren grappig voor volwassenen. Maar Shirley zelf snapte er niet veel van. Met als gevolg dat ze tijdens de première gewoonweg in slaap viel. Als aankomend sterretje verdiende ze $10 per werkdag. Maar al snel werden dat er duizenden per dag. Want ze was een enorm succesnummer. Misschien was haar grootste geheim wel dat ze zich heel goed kon concentreren. Met gesloten ogen repeteerde ze iedere avond voor het slapen gaan haar filmtekst voor de volgende dag. Moeder Temple nam dan de rollen van de andere acteurs voor haar rekening. Deze manier van leren werkte fantastisch. De volgende dag in de studio hoefde haar moeder alleen maar "Sparkle, Shirley, sparkle" te roepen. Dat betekent "Schitter, Shirley, schitter." En haar dochtertje danste, zong en speelde de sterren van de hemel. Omdat ze haar tekst zo goed kende, hoefde ze ook bijna nooit scènes over te doen. Dat was maar goed ook. Want tijd was geld en dat wist Shirley al voordat ze kon rekenen.
In bijna alle films die ze maakte speelde ze een klein meisje dat overal raad op weet en onder alle omstandigheden opgewekt blijft. Met de vrolijke kuiltjes in haar wangen lokte ze miljoenen mensen naar haar films. En dat in een tijd waarin het bioscoopbezoek juist erg was teruggelopen. In de jaren 30 ging het slecht met de economie. Veel mensen waren werkloos en hadden nauwelijks brood op de plank. Maar al waren ze arm, toch gingen ze naar de films van Shirley. Want als ze zagen met wat voor een gemak zij een oplossing vond voor problemen, vergaten ze even hun eigen zorgen. Ook in The Little Colonel, de film die we zo meteen draaien, maakt Shirley met elk probleem dat ze op haar weg tegenkomt korte metten. The Little Colonel is een film uit 1935. Maar zoals je aan haar jurk kunt zien, speelt het verhaal zich af in de vorige eeuw tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. In de film leert Shirley van Bill Robinson tapdansen. Het lijkt simpel, maar probeer het maar eens. Zelfs Shirley oefende er dagen op. En dat was een natuurtalent. Doe je even mee? 1, 2... Oh, wat een prachtige film zeg. Vooral de teppen. Wij zijn wel 6 keer de trap op en neer geweest, maar dat tempo, dat is echt moordend. Wat vermoeiend zeg. En dan te bedenken dat Shirley van haar 6e tot haar 9e in 17 van dit soort lange films de hoofdrol speelde. Ze werd daarmee in de jaren 30 beroemder dan wie dan ook. Eigenlijk was er maar één probleempje. En daar had zelfs Shirley geen oplossing voor. Ze werd ouder. Toen ze op haar 12e, 13e nog steeds de rol van vrolijk, lief klein meisje moest spelen, toen kreeg het publiek een beetje genoeg van haar. Daar kwam bij dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Mensen hadden toen wel wat anders aan hun hoofd. Shirley zelf vond ook dat ze lang genoeg kind was geweest en wilde niets liever dan zo snel mogelijk volwassen worden. Op haar 17e trouwde ze. Toen ze kort daarop in verwachting raakte, kreeg haar ongeboren kind al een filmcontract voor 5 jaar aangeboden. Maar daar wilde Shirley niets van weten. Haar eigen kinderen liet ze liever in een zandbak spelen. Zo jongens, dat was het voor vandaag. Volgende week gaat het over kinderen en dieren. Tot dan! Mijn haar heeft in jaren niet zo goed gezeten, weet je dat? Thank you so much.